van het jaar. Dus de overall winnaar van 2011 is geworden. Had je het verwacht? Nee, uiteindelijk niet. Kijk, ze doen gewoon bijna 300 sites mee. En ze zijn allemaal, komen allemaal in aanmerking, maken allemaal kans. En ja, als je dan op een gegeven moment in de loop van de avond je tafel steeds voller ziet worden, want je wint nog meer awards, dan begin je toch wel een beetje te twijfelen. Nou, zou het misschien kunnen? We hebben het gewoon supergoed gedaan. Maar ja, als die dan toch valt, dan ben je daar natuurlijk euforisch over. Wat zou het kunnen zijn, behalve dat jullie gewoon een super grote actieve community hebben? Nee, dat is... Ik geloof sterk, als mensen je site niet goed vinden, dan gaan ze ook niet op je stemmen. Dan kun je nog zo'n grote community hebben. Als je een slecht product hebt, stemmen ze niet op je. Wat is het goede product, Tweakers? Wat is dat? We zijn de grootste tech-site van Nederland. Dus het is een combinatie van enerzijds nieuws, productreviews, maar ook een grote prijsvergelijker. Een hele sterke community daarachter die mensen advies geeft, die helpt, die kennis uitwisselt. Ja, die package is uniek in Nederland, eigenlijk uniek in Europa. We zien dat zich uitbetaalt in prijzen. Is tweakers.net een beetje opbouwt kritisch bedoeld, een beetje Revenge of the Nerds? Nou, dat kon je vroeger zeggen. Maar ja, ik zei net al, 3,5 miljoen unieke bezoekers per maand. Bijna elke Nederlander kent wel een tweaker of is een tweaker. Dat is allang geen special interest meer, allang geen niche meer. Nee. En bovendien, kijk, een paar jaar geleden, niemand had een smartphone, niemand had een laptop. Nu loopt iedereen met zo'n ding rond. Dus ja, wat vroeger de geek was, is nu gewoon de consument geworden. Ja, dat is precies onze doelgroep. Is het feit dat jullie nog steeds als heel opbouwt kritisch en vooral clean en vooral onafhankelijk overkomen misschien het succes? Ook. Kijk, zodra je niet meer geloofwaardig bent naar je gebruikers toe, zodra je gebruiker niet meer gelooft dat wat hij op Tweakers leest, dat dat waar is, dat het goed advies is, dan kunnen we wel stoppen. Nou, en wij werken dus elke dag keihard aan om dat vast te houden. Om te zorgen dat we betrouwbaar blijven, dat we neutraal blijven en eerlijk blijven. En we hebben daar die gebruikers dus ook keihard voor nodig, want die helpen ons daarbij, die geven ons feedback, maar geven ook zelf die onafhankelijke informatie weer. Hoe houden jullie zelf nou stand in het geweld van de sociale netwerken zoals een Twitter en een Facebook en de alle vergelijksites? Nou, ik denk dat wij wel iets anders in elkaar zitten. Kijk, wij zijn natuurlijk heel erg gegroepeerd rondom een onderwerp. En het, vooral mensen die een passie hebben voor technologie, die komen bij ons. Om een voorbeeld te geven, gisteravond hadden wij een event samen met Nokia voor de nieuwste telefoon. Dan plaatsen we een oproep, dan reageren binnen een dag 5000 mensen die willen komen. Die gewoon van heinde en verre naar ons kantoor willen komen om met die telefoon te spelen. Ja, helaas kunnen we er maar 40 uitnodigen. Maar die komen dan, die zijn wild enthousiast. Ja, dat soort dingen is wel uniek aan Tweakers. We hebben dat wel vaker gedaan ook. Ja, en dat maakt ons nog wel anders dan een gewoon sociaal netwerk. Zijn jullie authentiek, is dat het? Ja, mensen geloven denk ik altijd dat als ze op Tweakers komen, dat iets echt is, iets van hun is. Dus het is ook een beetje van de gebruiker, dat merk ik ook met enthousiasme. Ook als we iets veranderen, zeggen mensen, die hebben echt het gevoel dat ze iets van hun aantast ook. Meestal ten goede, maar soms ook wel ten kwade. En daar moet je goed naar luisteren. Men identificeert zich heel sterk met onze site. We zijn al 13 jaar bezig. Dan bouw je dat ook vanzelf op. En nu de toekomst? Overname? Samenwerkingen? Wij kunnen ons autonoom prima redden. Het ziet er ook gewoon heel goed uit. We zijn heel ambitieus voor 2012 om er allemaal nieuwe dingen aan de site toe te gaan voegen. We staan er goed voor. Maar ja, tegelijkertijd, je weet nooit wat er kan gebeuren. Wat ga je tweaken aan de website, of de mobiele apps eventueel en mobiele site? Ja, we gaan de mobiele site een stuk beter maken. Dus veel meer voor touchscreen devices geschikt. En daarnaast gaan we gewoon de layout een refresh geven. Dus de site wordt weer modern, wordt een stuk vernieuwender. Nog steeds wel heel sterk Tweakers. Dus als je dan komt en je komt al jaren, dan herken je het nog steeds heel erg als, dit is gewoon mijn plek nog steeds. Maar ja, het biedt ons wel nieuwe mogelijkheden om verder te bouwen op wat nu al goed is en nog beter te maken. Tot slot, voor het bedrijfsleven, het zakenleven, is het nou zo als bij jullie een smartphone of een tv of een nieuwe pc of laptop, als je goed wordt ontvangen door de kritische crowd, dat het meteen een succes wordt? Ja, absoluut. Kun je vanuit gaan. Want kijk, al die mensen, al die tweakers, dat zijn ook de buurmannen, de slimme neefjes die advies geven op producten. We hebben dat al onderzocht, 95% van onze gebruikers zegt, ik geef advies aan anderen over wat een goed product is. Dus als je product scoort op tweakers, scoort het overal. Dus daar is waar je moet staan. Even voor onze vrouwelijke kijkers, waarom moeten ze daten met een tweaker? Nou, ik heb altijd begrepen dat er bij dating sites altijd een groot tekort is aan mannen en die hebben we bij tweakers in overvloed. En ja, dat zijn gewoon hele aardige jongens die ook alles van techniek weten. Ja, daar kan je alleen maar wat aan hebben. Kijken die bij een date niet alleen naar een Android-telefoon? Nee, dat valt best wel mee.
Kijk, toen we nog veel kleiner waren, was het echt een klassieke geek. Maar we hebben ook wel eens meetings en mensen komen bij elkaar. En dan zie je, ja, dat is, voldoet absoluut niet meer aan het stereotype. Het zijn gewoon hele mensen zoals jij en ik, die gewoon alleen technologie heel gaaf vinden. En dat gebruiken om hun leven makkelijker te maken. Kan je een oproep doen in de camera voor alle vrouwen waarom ze een tweaker moeten daten? Nou, vrouwen van Nederland, date een tweaker. Want een betere man kan je eigenlijk niet wensen. Hij zorgt voor je, ze gaat goed met zijn spullen om en hij weet gewoon precies wat je wil. Dankjewel, gefeliciteerd. We zijn blij.